Is een mondkapje de oplossing om alle kermissen open te doen? Dat zie je nu hier in het Kermisjournaal. Welkom! Ja, dames en heren, welkom bij een nieuw Kermisjournaal hier op de Patrick H. Het YouTube-kanaal wat iets verder gaat als alleen een kermis laten zien. Nee, we praten ook over het kermisnieuws. En dat nieuws is niet altijd positief. Ik ga mijn mondkapje afdoen, want hier hoeft uiteraard geen mondkapje op. Is de sleutel het mondkapje? Komen we later op terug. Eerst even wat ander nieuws uit kermisland, want... de grote man achter de Olympia Looping, de grootste mobiele rollercoaster ter wereld, is overleden. Rudolf Bart, stierf op 80-jarige leeftijd na een kort ziektebed. Hij heeft sinds 1989 rondgereisd met de beroemde kermisattractie. Die bestaat uit 5 loopings, de Olympia Looping dus. Wel bekend in Duitsland. Een van de grootste reizende transportabele achtbanen ter wereld. Ja. Man heeft een mooie leeftijd bereikt, denk ik. Maar ja, toch zonde. Sterkte aan aan de familie en de nabestaanden. Dan de Airborne. Hij is opgeleverd, wil ik nog niet helemaal zeggen. Maar hij is zo goed als klaar. Hij staat nog bij KMG. Moet nog heel eventjes door de keuring komen, begreep ik. En dan kan hij de kermis op, naar alle waarschijnlijkheid, maar klem me daar niet aan vast, want zeker weet je dat nooit, gaat hij in première op de kermis in Hoorn. Dan, ja, och, wat is dat toch opvallend, wat is dat toch opvallend, wat is dat toch ontzettend opvallend. Want er komt een nieuwe attractie op de Nederlandse kermis. Het gaat om de attractie de Power Surge, als ik het goed uitspreek, of Surge. Attractie komt nu ook in beeld te staan. Hij is voor de Louis van het Goed, wel bekend van het nieuwe reuzenrad The Star. Die nog niet eens in première is gegaan. En voordat hij in première gaat, kondigt hij alweer gelijk een nieuwe attractie aan voor 2021. De Power Surge. Sommigen vergelijken hem met een tango. Ik denk dat het heel anders is dan een tango. Ik vergelijk hem ook wel een klein beetje met een superstar, maar dan een extra elementje erbij. Desniettemin, ik ben gewoon heel benieuwd wat dit precies gaat doen. Hoe dat gevoel zal zijn in deze attractie. Ik kijk er enorm naar uit, want het lijkt me echt een hele vette attractie. En dat is toch wel mooi. Zeker na zo'n hele moeilijke tijd waar eigenlijk de exploitanten nog steeds in zitten. Weer zo'n fantastische zaak op de Nederlandse kermis erbij. Veel succes voor Louis Wallend. Goed volgend jaar. En we hopen hem vaak tegen te komen en vaak te kunnen en mogen doen. De Nederlandse kermis. Ja, dan, ik ben natuurlijk een podcast gestart op onder andere Spotify. De Patrick H. Kermis podcast is dat. En daar heb ik de afgelopen uitzending heb ik het gehad over kermissen die afgelast worden zonder dat er nagedacht wordt. Dat is wel een beetje de tijd waar de kermis nu in zit. De kermisexploitanten nu in zitten. Natuurlijk de demonstratie geweest in Den Haag op het Malieveld. Ik kan ook beelden van zien op dit kanaal. Ja, triest dat dat moet gebeuren. Mooi om te zien dat er zo herenigd werd. En het doel is bereikt. De kermissen mochten open, dachten we, een aantal dagen / een week later. De kermissen mochten weer open, zei Rutte. En ja, iedereen denk ik dat wel blij was. Misschien dat er exploitanten waren die dachten van... Misschien zit er nog een adres onder het gras. Ik had daar eerlijk gezegd niet op gedacht. Aangedacht. Maar inderdaad, er zit een addertje onder het gras. Het is zo dat gemeentes de kermis aflassen. En zo zijn er dus heel veel kermissen afgelast. Bepaalde kermissen snap ik wel dat die afgelast worden. Maar ook weer niet. Wat je nu ziet in Nederland is dat er heel snel gezegd wordt... een kermis kan niet doorgaan. Bijvoorbeeld in Middelburg, een kermis kan niet doorgaan... want die staat in het centrum. En dan denk ik bij mezelf, kijk nou eens naar andere mogelijkheden... als alleen het centrum. Je moet er aan de regels voldoen, dat is heel moeilijk, dat begrijp ik. Maar in Tilburg, die kan het.
En in Middelburg kan het niet op een andere locatie. Schijndel kan het, Moergestel kan het, Zevenaar kan het, Hoorn kan het binnenkort, Os gaat het doen, Uden gaat het zelfs doen, wel later, maar ze gaan het doen. Roosendaal riep heel lang van wij gaan het doen, wij gaan die kermis hoe dan ook neerzetten. En van de week heeft Roosendaal bekendgemaakt, wij gaan het niet doen. Kermis wordt afgelast. En dan denk ik bij mezelf, er zijn misschien wel andere locaties waar die kermis zou kunnen staan. Waar je de exploitanten misschien wel tegemoet moet komen hoor. Maar waar de exploitant toch nog zijn brood kan verdienen. Door middel van gewoon openstaan. Ik denk dat de exploitant ook niks liever doet als openstaan. Ze zijn toch veel liever open als binnen in de loods afwachten in onzekere tijden. Kermis levert ook een heel groot deel van ja, de inkomstenbron van een gemeente. Ik bedoel, ja, een exploitant komt altijd naar een stad met een zak geld. Ja, niet zo dat je dat ziet van ik kom met een zak geld, maar ze moeten altijd betalen voor hun plekje. Dat kost geld voor de exploitant, dat gaat in de gemeentekas. En de gemeente kan daar dus weer gedeelte investeren in de kermis. Dat is maar een klein gedeelte en de rest gaat lekker de kas in. En daar verdienen ze op. Doen ze al jaren en al jaren verdient de gemeente op een kermis. Nu zit de kermis dus waar weer en zeggen gemeenten zomaar, we doen het niet meer. Park Laren is daar ook zo'n voorbeeld van. Dat is een makkelijke kermis die coronaproof kan wezen. Het enige wat je daar hoeft te veranderen is desinfecteerpuntjes neerzetten. Twee beveiligers aan de ene kant van de poort en twee beveiligers aan de andere kant van het terrein bij de poort. En een verplichte looproute. Dat is het enige wat je daar hoeft aan te passen. Misschien een klein beetje de opstelling. Maar die kermis kan gewoon doorgaan. Park Hilaria gaat niet door. Want de gemeente zegt, wij kunnen daar de veiligheid niet garanderen. Grote bullshit. En daarmee laat zo'n gemeente zien dat ze anti-kermis zijn. Dat zie je heel snel gebeuren. En met name zie je dat gebeuren met de kermissen die door gemeenten zelf worden georganiseerd. Je ziet nu heel goed welke gemeente er pro-kermis is en welke kermis of gemeente er helemaal niet zoveel om kermis geeft. Daar is Eindhoven er dus één van die niet zo heel veel om kermis geeft. Sittard, begreep ik ook dat niet doorgaat, is ook zo'n kermis. Die kermis kan gewoon doorgaan zonder die feesten. Waarom wordt dat dan afgelast? Dat zijn van die dingen die ik niet begrijp. Maar in Roosendaal, even terug te gaan over Roosendaal. Raymond woont daar natuurlijk in de buurt. En we hadden het al een beetje over dat gehad. En ja, we zeiden van het is wel moeilijk in de binnenstad. Is het ook moeilijk om in een binnenstad een kermis te organiseren? Dat realiseren wij ontzettend. Daar hoef je niet voor geleerd te hebben. Dat hoef je alleen maar kermissen voor bezocht te hebben. En goede kermiskennis hebben. Dan weet je dat dat heel moeilijk is in de regels die rondom corona zijn. In een binnenstad een kermis. Nu staat er net buiten de binnenstad, en dat is niet zo ver van de binnenstad vandaan, staat het RBC Roosendaal Stadion. Voor de mensen die weten wat RBC is, dat is een voetbalclub geweest die inmiddels failliet is. Ik ben daar een keer op dat trein geweest en er is een gigantisch groot parkeertrein bij. Ligt zo naast het station, ideale plek, daar zou ze zo'n kermis neer kunnen zetten. Wat doet de gemeente Roosendaal? Die zegt gewoon, we zetten geen kermis neer. Die kijkt niet naar een alternatieve locatie, nee, die zegt gewoon, we doen geen kermis meer. Dat zijn de beelden en dat is de realiteit die je nu ziet. En daar kan ik absoluut niks aan veranderen door dit nu op internet te gooien. Zeker niet. Het is wel de realiteit. Exploitanten worden met de rug tegen de muur aangezet op deze manier. Want er zijn alternatieven en die alternatieven, daar doen ze niks mee. En mocht de gemeente hiernaar kijken of in de toekomst naar mijn video's, want ik ga ook de nadruk leggen op mensen, het kan, overal kan een kermis staan. Daar ga ik de aankomende tijd de nadruk op leggen in mijn reviews en zo. Als er iemand van de gemeente kijkt, kijk eens naar alternatieven, ga eens in gesprek met exploitanten, want uiteraard er zal wel een of ander contract aan vast moeten gaan zitten van dat ze zeker zijn dat ze daarna weer terug naar de oude locatie kunnen. Maar wijk eens een keertje uit naar een andere locatie waar een exploitant misschien nog echt wat geld kan verdienen. Want ik ben ervan overtuigd dat dat kan. En Venray doet dat heel mooi. Die wijkt uit naar een andere locatie. Net buiten het centrum. Daar kan het misschien ook wel. Help de exploitanten. Dat is de boodschap. En dan kom ik weer op dat mondkapje terecht. Waarom geen binnenstadskermis met een mondkapje? Dat we in de attracties gaan met een mondkapje op. Als we daar de kermis kunnen, zou jij dat doen? Dat is een vraag aan jou als kijker. Zou jij het doen als een kermis, als jij mag kiezen, een kermis mag doorgaan in de binnenstad met mondkapje. Maar als je dat mondkapje niet opdoet, dan kan de kermis niet doorgaan. Wat zou je doen?
het mondkapje op. Ik weet dat het vervelend is. Hè? Het is gewoon verschrikkelijk kloot om een mondkapje op te doen. Ik vind het ook verschrikkelijk. Zou jij het doen? Ja of nee? Laat het weten in de reacties. Er zijn heel veel organisatoren die er wel voor strijden, hoor. Hier in Goes bijvoorbeeld is het ook in de PCC gestaan dat het centrum wordt gezien. Nou ja, het centrum, dat zal moeilijk worden. Daar vechten ze nog steeds voor. Dat is goed van hun, dat ze vechten voor het centrum. En tegelijkertijd kijken ze uit naar een ander terrein, de Zeelandhallen. Wat naar mijn inzien ook een succes zou kunnen worden. Voor de mensen die weten, ik woon in Goes. Het zou een succes kunnen worden, mits je extra aandacht aan reclame besteedt. Dan zou dat best wel een succes kunnen worden. Daarmee kan je denken aan groter in de media zetten. Daarmee kan je denken aan zet een of ander groot bord midden op de markt neer in Goes. Dat je de toeristen ook naartoe lokt. Je zou daar aan verschillende dingen kunnen denken. Maar ik denk dat het een succes zou kunnen worden. En dat gaat Hoorn ook laten zien. Die gaat ook op een ander terrein gaat die kermis neerzetten. Apeldoorn gaan ze het ook testen. Tegelijkertijd met Tilburg. Volgens mij op een of andere industrieterrein gaan ze daar een kermis neerzetten. Ja, het zal moeilijk worden om daar net zoveel mensen te trekken als in een centrum. Want een kermis hoort in een centrum thuis. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar als dat nou eens één jaartje niet kan. Of misschien volgend jaar nog als er nog geen vaccin is. Ja, er kan toch geld verdiend worden. Beter een beetje geld als geen geld, lijkt mij. Dus een oproep aan alle gemeentes, nogmaals. En ik ga dat in alle video's benadrukken. Ik ga laten zien aan jullie. Een kermis kan in coronatijd gewoon doorgaan. En ik ben er ook van overtuigd dat het kan. Ik ben in verschillende pretparken geweest de afgelopen tijd. Dat weten jullie ook. En wat je daar ziet, ja, daar is een exploitant jaloers op. Hoeveel mensen daar lopen. Dus ik ben ervan overtuigd dat elke kermis door kan gaan. Wat mij betreft kan er ook een binnenstadkermis doorgaan. Want die regels zijn te streng op dit moment rondom kermis. Vind ik ook nog eens een keertje. Ik ben ervan overtuigd dat alles gewoon door kan gaan. En dat wil ik laten zien in de video's de aankomende periode. Maar ik wilde dit onderdeel, dit onderwerp toch nog eens eventjes aansnijden in het kermisjournaal. Hoe gaan we verder met de kermisjournaal? Dat is ook een goede vraag. Ik ben natuurlijk begonnen met de podcast. De podcast zal misschien een klein beetje gaan bijten met het kermisjournaal. Omdat ik daar ook nieuwtjes bespreek. Ik ga er even over nadenken. Hoe we verder gaan met de kermisjournaal? De aankomende tijd leg ik sowieso de nadruk even op de podcast. Als het gaat om kermispodcast. Wat kies je dan? Kies ik nu even de podcast. Omdat ik dat eventjes van de vloer al wil hebben. De aankomende podcast komt op de eerste zaterdag van de nieuwe maand. En die ga ik samen met iemand presenteren. Wie dat is weet ik nog niet zeker. Maar elke keer komt er een ander waar ik het samen mee presenteer. Het zal ook op een wat serieuzere toon wezen als ik hier normaal op het YouTube kanaal doe. En laten we eerlijk wezen. Ja, de laatste tijd zijn er niet echt veel dingen waar je grapjes om kan maken. De realiteit is heel erg serieus. Kermissen worden afgelast. Ja, zonder dat daar een heel goede remedie voor is dat het afgelast wordt. Gemeenten zijn te bang om een kermis door te laten gaan. Dat zijn geen onderwerpen waar je om kan lachen. Dus ja, dat is niet anders. Maar goed, ik ga dus nog nadenken hoe dat met de kermisjournaal verder gaat. Maar sowieso, als er nieuws is, kom ik wel terug. Maar misschien dan volgende keer met minder mening hier in de kermisjournaal. En dat ik dat dan uitgebreid behandel in de podcast. Waar ik de ruimte heb om het uitgebreid te behandelen. En hier, ja, wil ik het toch altijd wat korter houden. Misschien zit het niet helemaal kort. Bedankt voor het kijken. En blijf dit kanaal in de gaten houden. Want we zijn snel weer terug. Binnenkort namelijk de review van de Tilburgse kermis hier op de PTK. En dat wordt ook weer de nadruk leggen op laten zien dat het kan. En hopen dat veel gemeentes die video toch gaan bekijken. En dat ze denken, hij heeft toch wel gelijk, die jongen uit Goes. De kermis kan doorgaan. Tot de volgende video. En hou je taai. Laat je gezond. Laat je likken. En laat even weten over dat mondkapje in de reacties. Toedeledokio.